Heel goed. Beste mensen, goedemorgen. Welkom bij dit webinar over duurzame ontwikkeling en Europese fondsen. We hebben een programma wat loopt van 10 uur tot 12 uur. En wat in twee blokken uiteenvalt. Enerzijds van 10 tot 11 vooral informatie en inspiratie. En dat wordt georganiseerd door EBLIDA, de Europese Bibliotheekkoepel, waar ik voorzitter van mag zijn. Ik ben Ton van Vlimmeren, voormalig directeur van de Bibliotheek Utrecht. En de VOB, dus ik ben blij dat Anton Kok net is aangeschoven. En het tweede deel van deze ochtend van 11 tot 12 wordt verzorgd door EBLIDA. En de Alignment House, waarbij we nadrukkelijker ingaan op de informatie over de Europese fondsen, vragen en ook op een ondersteuningsaanbod, waardoor je daar gebruik van kunt maken. Ik weet dat als ik spreek dat ik altijd heel serieus kijk, dus dat is niet vanwege jullie, maar dat is mijn natuurlijke habitat, mijn excuus daarvoor. Maar ik hoop dat we allemaal een heel goed en informatief webinar zullen hebben. Het programma voor het eerste uur ziet er als volgt uit. Zo dadelijk geef ik Anton Kok het woord om vanuit de VOB toe te lichten hoe de VOB kijkt naar bibliotheken en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarna zullen Hanneke Bruggeman van de nieuwe Kolk in Assen en Marieke van Meer van de Bibliotheek Utrecht voorbeelden geven hoe zij werken aan die duurzame ontwikkelingsdoelen ter inspiratie. En vervolgens zal Giuseppe Vitiello, de directeur van EBLIDA, ingaan op het rapport Think the Unthinkable. En dat geeft ook al aan dat hij dat in het Engels zal doen. Waarbij belicht wordt welke activiteiten bibliotheken in het kader van duurzame ontwikkelingsdoelen en kunnen ontwikkelen en wat de mogelijkheden van Europese subsidie daarbij zijn. Dan houden we een korte pauze en dan gaan we dus door met de verdieping in het tweede deel van de ochtend. Als het goed is, staat iedereen met de microfoon gedempt. Deze bijeenkomst wordt opgenomen, dus als je niet in beeld wil, hou dan ook je camera uit. Maar dat geeft de mogelijkheid om het later nog eens na te kijken. Als je vragen hebt, zou ik je willen verzoeken om die in de chat te stellen. Dan kunnen we die beantwoorden, hetzij vandaag of daar voldoende tijd voor is. En anders dan komen ze later ook nog beschikbaar, de antwoorden op alle vragen. Volgens mij heb ik daarmee de huishoudelijke mededelingen en de aftrap gedaan. En geef ik nu het woord graag aan Anton Kok. Anton. Even kijken. Dankjewel. Mijn naam is Anton Kok. Ik ben de interim directeur van het bureau van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. En ik vind het leuk om een bijdrage te mogen leveren aan dit webinar. Ik had, moet ik zeggen, wat moeilijkheden, want ik kwam er pas 3 minuten voor 10 achter dat het niet de gebruikelijke Teams meeting was, maar in een ander punt. Dus ik moet even wisselen van koptelefoon en dat soort zaken. Vooraf moet ik ook melden dat mij enige bescheidenheid past, omdat ik dus slechts tijdelijk verbonden ben aan de VOB en in die zin een voorbijganger. Maar ik ga toch een dappere poging wagen. Brancheorganisaties zijn we natuurlijk gewend om op zoek te gaan hoe we sterker kunnen zijn in de gezamenlijkheid. En dat is eigenlijk ook wel de kernfunctie van een branchevereniging. En dat is natuurlijk ook een van de kernbegrippen van een Verenigd Europa. Waar we overigens net de eilandbewoners zijn kwijtgeraakt. Maar nou ja, misschien zijn dat niet de laatste eilandbewoners die we gaan kwijtraken. Ik heb een paar noties die ik met jullie wil delen vanuit de VOB. Natuurlijke verbondenheid met de EU, omdat wij een brancheorganisatie zijn, dat zorgt ervoor
dat we blij zijn dat Eblida er is. Wij zijn erop gericht om het samen sterk gevoel goed te laten zien. En niet in de zin dat het een linkse hobby is, maar dat is een teken van gezond verstand wat ons betreft. Kijk bijvoorbeeld naar de klimaatontwikkelingen, een van de doelstellingen. Het mag duidelijk zijn dat geen enkel individueel land in de hele wereld daar een doorslaggevende rol in speelt. En dat alleen de gezamenlijkheid invloed kan hebben. Dus dat is mijn eerste notie. De gezamenlijkheid alleen kan invloed hebben. Mijn tweede notie is dat de bibliotheken zijn publiek gefinancierde instellingen. En die hebben daarom een bijzondere verantwoordelijkheid bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. Dat is ook al zo omdat die duurzaamheidsdoelstellingen in onze ogen voor een groot deel ook te herleiden zijn tot de 5 wettelijke functies van de bibliotheek zoals die nu in de WSUB zijn opgenomen. De keerzijde van die medaille is ook dat de overheid in onze ogen een structurele duurzame financiering moet regelen van die bibliotheken. En met duurzaam hebben we hier 2 doelen op het oog. Een fijnmazig netwerk wat in stand moet blijven, wat ons samen sterk maakt. En een financiering die zo geregeld is dat niet voor iedere bijvoorbeeld informatietaak die de overheid aan ons vraagt, opnieuw onderhandeld moet worden over kosten, inzet en dat soort zaken. Er moet zeg maar een duidelijke structurele basisfinanciering zijn voor een bibliotheek. Dat is mijn tweede notie. De derde notie gaat over de rol van de bibliotheek. Geeft de bibliotheek uitvoering aan overheidsbeleid of is de bibliotheek een kritisch volger van het overheidsbeleid? Ik hoorde laatst een voormalig bestuurslid van de VOB zeggen dat hij het liefst de luisterende pels was. Door het fijnmazige netwerk en het hoge bezoek van burgers zou de bibliotheek goed inzicht moeten hebben of moeten krijgen in de informatiebehoeften van medewerkers. En dan met name die informatie die verder gaat dan de vluchtige kreten van Twitter. In mijn ogen moet de meerwaarde van de bibliotheek daarin zitten dat ze de burger waardevrije informatie levert. En dat de overheid iets terugkrijgt van de bibliotheek te weten hoe denkt die burger erover, hoe is het met die burger gesteld. Dus in mijn ogen is de bibliotheek niet een blinde uitvoerder van overheidsbeleid, maar ook geen activistische luisterende pels. Ik denk dat de bibliotheek een verantwoordelijk partner is in het netwerk tussen overheid en burger en dat er over en weer waardevrij transport van informatie moet plaatsvinden en dat dat echt de specifieke rol van de bibliotheek is. Dit is echt nog niet uitontwikkeld. En ik begreep dat ook de IFLA bezig is met een soort charter of een handvest over voor librarians. En ik denk dat dit een mooi discussiepunt is voor de komende jaren. Als laatste opmerking wil ik kwijt dat in mijn ogen de Eblida heel erg nodig is als venster op de Europese subsidies. En ik hoop dat we die samenwerking kunnen bestendigen en kunnen uitbouwen voor de komende periode. Daar wou ik het graag bij laten, bij deze korte 4 noties. Dankjewel Anton voor deze aftrap. Het positioneren van bibliotheken is denk ik inderdaad een goede discussie waard van waar staan bibliotheken nu tussen volgend of activisme. Ik zelf heb de overtuiging dat de duurzame ontwikkelingsdoelen en dan met name doelen als gelijke kansen voor iedereen, recht op ontwikkeling van mensen, geen discriminatie, dat zijn zaken die niet alleen in onze grondwet verankerd zijn, maar dat zijn ook doelen die enorm goed aansluiten bij de waarden die de meeste bibliotheken in hun missiestatement hebben staan waar zij voor zijn in de samenleving. Dus naar mijn idee past het heel naadloos. En het zoeken van de balans daarin, dat zal nog wel een tijdje doorgaan, denk ik. Er zijn bibliotheken in Nederland die daar al een tijd mee bezig zijn. We staan niet op nul. Je zou kunnen zeggen dat wereldwijd het verdrag van Lyon, toen de grote wereldwijde IFLA-conferentie daar 6 jaar geleden plaatsvond, eigenlijk een startpunt was wereldwijd voor bibliotheken om met de duurzame ontwikkelingsdoelen aan de slag te gaan. Veel Nederlandse bibliotheken hebben daar al meer of minder invulling aan gegeven. En wij gaan nu 2 voorbeelden belichten van hoe dat in de bibliotheekpraktijk uitziet. En ik wil graag Marieke van Meer van de Bibliotheek Utrecht
uitnodigen om te vertellen hoe dat daar plaatsvindt. Marieke, het woord is aan jou. Ja, hallo, ik ben Marieke van Meer, manager bij de Bibliotheek Utrecht, programmamanager. Ik heb een presentatie en ik denk dat Sophie die in beeld gaat brengen. Daar komt hij. Ik ga even terug naar het begin. Zo, anders hebben jullie alles al gezien. Ik wil jullie wat vertellen over hoe wij in Utrecht bezig zijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ton was bibliotheekdirecteur in Utrecht in 2015 en heeft daarvoor de zaadjes gelegd. Naar aanleiding van die conferentie IFLA. En ik ben zelf heel actief geworden vanaf 2016, 17, omdat ik toen het programmateam en het team marketing communicatie ging leiden. Ik vind de Global Goals een hele mooie kapstok voor hoe de bibliotheek in de wereld staat. Want ik denk wij zijn een bibliotheek in Utrecht, in Nederland, maar we zijn ook verbonden met het geheel van de wereld. Dus ik hang heel erg aan Library as a Movement, zoals David Lenkens dat ook zegt. De bibliotheek is een plek waar mensen praten over maatschappelijke onderwerpen. En waar je mensen ook bewust kan maken van die onderwerpen die op heel veel aspecten van het leven van toepassing zijn. Dat ging ook bij de Bibliotheek Utrecht niet zomaar. Het startte met wat individuen die ermee bezig waren. En op een gegeven moment is er een groen groepje gestart met, ik kan wel zeggen, een paar jonge honden die heel enthousiast waren voor duurzaamheid in de bibliotheek. En dat groene groepje, dat zei als eerste, als wij bezig gaan met de SDGs, dan moeten we ook naar onszelf kijken. Als we zelf niet voorleven wat we wel brengen in ons programma of in onze dienstverlening, dan werkt het niet. Dus we zijn gaan kijken naar hoe kunnen we dat integreren van gebouwen tot bedrijfsvoering en uiteindelijk ook richting programma. Nou, er waren in Utrecht wel wat duidelijke haakjes. We hebben in Utrecht voor Global Goals. Dat is een klein bureautje die vanuit de gemeente heel actief is om de Global Goals in Utrecht te promoten en dat te faciliteren. Setup zit bij ons in de bibliotheek. We zijn heel snel in contact gekomen met de Social Impact Factory. Dat is een plek in Utrecht waar start-ups en kleine bedrijfjes samenkomen en ook samenwerken. Bijvoorbeeld Kromkommer is een bedrijfje wat daar zit. Die maken soep van komkommers en paprika's die misschien niet helemaal de vorm hebben zoals de supermarkten die graag willen zien. Die worden dan eigenlijk altijd vernietigd, maar zij maken daar nieuwe soep van. En het Tropenmuseum was ook bezig met een initiatief rondom SDG houses. Daar zijn we bij aangesloten. Het gaat ontzettend traag, dus ik laat ze eerst nog een paar stappen zetten voordat wij daar verder mee gaan. Nou ja, na een paar jaar kleine initiatiefjes werd het een soort van olievlek en is het uiteindelijk in ons meerjarenbeleidsplan terechtgekomen en staat het nu ook stevig in ons jaarplan. In gesprekken met de overheid of met de gemeente is het eigenlijk nu ook gewoon een onderdeel van wat wij doen, vooral onze maatschappelijke kant van de bibliotheek. We hebben het ook meegenomen in onze aanbestedingseisen, bijvoorbeeld bij de neuden rondom de horeca. Maar ook de schoonmaak werkt met een Green Key. En een Green Key is een certificering op duurzaamheid. En het is ook echt een onderdeel van ons partnerbeleid. Als ik dan kijk naar gebouwen en bedrijfsvoering, dan kun je daar heel veel aspecten in laten terugkomen. Ik zal niet het hele rijtje gaan opnoemen, maar ik zal er een paar voorbeelden noemen. Zo hebben wij bijvoorbeeld in Zuilen een sedum dak aangebracht en zonnepanelen. Leidse Rijn Centrum, daar zetten we de volgende stap. Dat is een energie-neutraal gebouw. Ook in de neuden hebben we veel geprobeerd waar te maken, maar daar zijn we natuurlijk een huurder, dus dan ben je al meer beperkt. En een voorbeeld van waar het dan lastig is, is bijvoorbeeld het afval. We wilden heel graag gescheiden prullenbakken in de neuden, maar wat blijkt, op het moment dat het vuil wordt opgehaald, storten ze het allemaal in één grote bak. En dan is eigenlijk je inzet gaat dan verloren. We hebben nu wel 3 bakken staan, omdat we het toch ook belangrijk vinden dat we laten zien dat we eraan doen. Maar zo zie je maar hoe hardnekkig ook dit onderwerp is, want wij hebben geen invloed op onze afhalen van afval. Ja, HRM kijken we ook naar, duurzaam HRM-beleid.
Nee, het afval wordt helaas niet elders weer gescheiden in Utrecht. Dat is echt heel erg jammer. Daar moeten we dan toch nog op doorgrijpen, maar dat is nog niet het geval. ik wil natuurlijk heel graag voor de Green Key gaan. Je hebt daar verschillende niveaus in en gold is natuurlijk prachtig. Maar je moet ook steeds kijken wat er binnen, binnen een gebouw, binnen je dienstverlening, binnen de plek waar je staat, bijvoorbeeld met je programma, mogelijk is. Dus ik moet zeggen, als je dit echt wil doorvoeren tot in de haarvaten van de organisatie, dat is nog best lastig en dat vraagt wel wat doorzettingsvermogen. Nou, waar ik de meeste invloed op heb, er is iemand die de ervaringen met Green Key wil delen. Nou, dat heel graag, heel graag. Ik ga even inzoomen op programmering en activiteiten, want daar geef ik natuurlijk leiding aan, dus daar heb ik veel invloed op. Als je kijkt eigenlijk wat bibliotheken al doen, bijvoorbeeld op educatie, hè, voor kinderen en volwassenen, dan kom je ook meteen, raak je ook meteen al aan gelijkheid, toegang tot goed onderwijs, kwalitatief goed onderwijs. Wij hebben in Utrecht heel veel programma's waar we met Utrechters in gesprek gaan. Daar raken we dan onderwerpen als gendergelijkheid of duurzaamheid. We hebben dialoog over de inclusieve samenleving. Nou ja, als je gaat kijken naar je programma en die is legt naast de SDGs, ik denk dat heel veel bibliotheken dan ook al zien dat ze eigenlijk al ontzettend veel doen. Ik geef wat voorbeelden en dan loop ik eigenlijk de SDGs langs. SDG 1, geen armoede. Daar kom ik straks nog uitgebreider op terug. Maar we hebben bijvoorbeeld op Wereldarmoededag helaas een wat uitgeklede versie van een event georganiseerd in de Neude. Met een talkshow. En in die talkshow zat bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige die op straat geleefd heeft, Willem Eikholt, en daarover ook een boek heeft geschreven. Om ervaringen te delen van hoe dat nou komt en wat dat betekent om in armoede te leven. En ook het stigma wat je hebt, waar je zo ontzettend moeilijk weer van afkomt, als je eenmaal dat predicaat, die is arm, hebt gekregen of die heeft op straat geleefd. We hebben ook een tentoonstelling gehad van Dood Paard over honger. Dood Paard wilde eigenlijk op Spring Festival een voorstelling laten zien. Dat festival kon dit jaar niet doorgaan. Toen zijn ze de stad ingegaan en zijn ze eigenlijk naar aanleiding van het thema honger foto's gaan maken. En die hebben ze uiteindelijk bij ons in de bibliotheek tentoongesteld. Ook weer in het kader van die Wereldarmoededag. Om te laten zien dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat iedereen toegang heeft. Nou, tot voedsel in Nederland wel, maar tot gezond voedsel, bijvoorbeeld fruit en groenten, helemaal nog niet. Gezondheid. Wij hebben een project rondom ouderen met de 4 grote bibliotheken in Nederland. We hebben een Europese subsidie voor gekregen, een hele grote subsidie, waardoor we echt de kwetsbare ouderen hebben kunnen bereiken. Die volgen we een jaar, we volgen nu zo'n 700 ouderen in Utrecht. En wat heel populair is onder die ouderen is vitaal ouder worden. He, iedereen denkt daar thuis misschien eens een eentje over na, maar die ervaring delen en daar samen mee aan de slag gaan, dat wordt heel erg gewaardeerd en dat doen wij in de bibliotheek. Nou, ondersteuning schoolkinderen, ik denk dat heel veel bibliotheken daar ook aan werken. Wij gaan dat nu weer verdiepen in het kader van een project rondom armoede. Dus we hebben ook Stichting Leren voor de Toekomst de bibliotheek ingehaald, die kinderen begeleidt, juist kinderen met een thuissituatie waar het niet zo makkelijk gaat, waar het niveau nog niet zo hoog is. En die bieden we ook goedkopere huiswerkbegeleiding. We hebben ook een taal- en huiswerknetwerk in de stad, waar heel veel vrijwilligers online kinderen helpen nu, in de coronatijd. En wij proberen een plek te bieden. En wat we heel erg merken is dat het heel gewaardeerd wordt, ook voor die maatjes die online samenwerken, dat het toch een plek is waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Want het is heel wat anders om iemand live te zien dan alleen maar online. Dus ondersteuning van schoolkinderen, gelijke kansen, zijn we mee bezig. Ja, gendergelijkheid. We hadden een TED-talk op een gegeven moment in de bibliotheek. En er was iemand die bracht dit onderwerp ter sprake. En na de meeting zijn Tom en ik eigenlijk meteen op die persoon afgestapt. Kunnen we met jou hierover? Oh, sorry. Moet ik iets... ik weet niet precies wat voor boodschap ik nu krijg. Misschien moet ik het sneller gaan. Do I have to hurry up, Sophie? Ik praat gewoon door.
Naar aanleiding van die TED-talk zijn we in gesprek geraakt en zijn we met het Kok een queercafé begonnen met een filmprogramma rondom gendergelijkheid. En nou, dat levert echt enorm mooie, intieme gesprekken op die in de theaterzaal plaatsvinden. Het is echt heel bijzonder. We hebben natuurlijk ook de regenboogvlag een plek gegeven in de bibliotheek. We doen mee met de Midsomergrachtfestival. Dus daar worden we, ja, dat breidt zich langzaam uit. Duurzaam stedelijk leven. We hebben een grote bijdrage gekregen van het Fonds Cultuurparticipatie en PICA om aan de slag te gaan met de SDGs. Daar hebben we twee projecten op gedaan. In eerste instantie op duurzaamheid, dat was in 2019. Dat heeft al wat reuring in de bibliotheek teweeg gebracht, want wij wilden mensen laten zien en voelen wat het is om duurzaam te produceren. En toen kwamen de zwamzakken de bibliotheek in. En er waren nogal wat mensen die dat ontzettend vies vonden en die dachten dat wordt één grote bende. Nou, uiteindelijk zie je, is het een prachtig mooi, het met koffiedrap gevuld element waaruit zwammen groeien en die kan je ook zelf inkopen. Maar het heeft heel wat hobbels gekost om dit de bibliotheek in te krijgen. Dus ik wil het toch even als voorbeeld laten zien. Nou ja, dan hebben we natuurlijk de meetups van Tegenlicht, waarin we diverse onderwerpen bespreken die ook de SDGs raken. En dat is een heel mooi programma waarin we daaraan werken, georganiseerd door vrijwilligers uit de stad trouwens. Wij zitten wel in de redactie, maar we organiseren het niet zelf. Nou, dan wil ik jullie meenemen in dat meemaakpodium waarvoor wij van het Fonds Cultuurparticipatie en PICA echt een grote bijdrage hebben gekregen. We doen dat ook samen met de bibliotheek in Tilburg, met Setup en de Rijnbrinkgroep. Tilburg en Utrecht zijn gestart met projecten en het doel is om, of met activiteiten. En het doel is eigenlijk om formats te ontwikkelen die ook andere bibliotheken kunnen gaan gebruiken. Inmiddels hebben zich 6 buddybibliotheken bij ons aangesloten die die formats weer fine-tunen op hun eigen situatie en daar aan het uitproberen zijn. Nou, het is ons ontzettend leuk om dat met een aantal bibliotheken te doen en te zien dat je op een gegeven moment iets te pakken hebt wat ook deelbaar is. Wat wij in Utrecht nu daarmee doen is, we richten ons op de SDG 1, dus geen armoede. En ik zie het bericht niet helemaal goed. We doen de vragen straks, Marieke. Ga maar door. Oké, prima. Dan ga ik gewoon door. Wat ik heel belangrijk vind bij zo'n project is dat je op verschillende niveaus schakelt. Dus ik vind het belangrijk dat we enerzijds aan het agenderen zijn. Dat doen we bijvoorbeeld met een conferentie kinderarmoede. Die wordt steeds verschoven. Staat nu voor 1 april in de bibliotheek met de Alliantie Kinderarmoede en de Armoedecoalitie. Ik wil ook burgers heel erg bewust maken van armoede die nog steeds in Nederland is. Dat doen we onder andere met een event als de Wereld Armoededag. En je wil uiteindelijk ook iets betekenen voor die doelgroep. Daar zijn we ook mee begonnen met gesprekken met ervaringsdeskundigen. En zij geven aan, organiseer en weggeven een informatiemarkt om die mensen te bereiken in de wijken. Dat hebben we op 4 plekken in de wijken gedaan. Je ziet daaronder foto's. We gaan ook nog die huiswerkplek verdiepen, zoals ik net ook verteld heb. Dan ga ik even door naar de laatste sheet. Die pakt hij niet. Even kijken hoor. Ja, hier heb ik nog even herhaald die 3 niveaus waarvan ik vind dat je daar goed op kunt werken met SDGs. Dus enerzijds agenderen, anderzijds bewust worden kun je door guerrilla acties doen. Wij hebben ook straatnaambordjes veranderd in Utrecht 's nachts om duurzaamheid onder de aandacht te brengen in wijken. En meedoen met activiteiten met de doelgroep echt zelf. Nou, je ziet daaronder dat we ontzettend veel nieuwe partners aan ons gebonden hebben. En daar leren we enorm veel van, ook hoe we als bibliotheek er kunnen zijn voor doelgroepen of om een bepaald thema te faciliteren. Nou ja, dat was eigenlijk wat ik wilde vertellen. Dankjewel, Marieke. En hartstikke strak op tijd. Nou, er zijn een paar vragen, opmerkingen. Daar gaan we zo dadelijk op in. Maar eerst wil ik graag het woord geven aan Hanneke Bruggeman van de Nieuwe Kolk uit Assen. Om nog een ander voorbeeld te belichten.
En misschien goed om te zeggen van, ik gaf het al eerder aan, van er zijn veel bibliotheken in Nederland meer of minder al actief. Ik denk dat het er niet om gaat van wie nu de beste is, maar wel om te kijken van hoe kunnen we tot een wederzijdse inspiratie van elkaar komen. Hanneke, aan jou het woord. Ja, kunnen jullie me horen en zien? Ja, hoor. Ik zie nog geen presentatie. Ja. Moeten we even terug? Oké. De Nieuwe Kolk in Assen. Even voor mensen die het niet weten. We zijn een gecombineerde instelling met een bibliotheek, theater en een bioscoop. En de voorbeelden die ik noem of die ik toelicht, die worden dan vaak ook vanuit alle functies in meer of mindere mate gevuld. Maar daar zal ik straks wel wat meer over toelichten. Ik moet met de pijltjes hier. Ik heb een dingetje erop, moet even weg. Zo. Wat willen we als DNK, snel veranderende samenleving, als culturele organisatie in Baken zijn in Assen? Voor mensen om samen te komen, ervaringen op te doen, nieuwe dingen te leren en zich te vermaken. En we willen daarmee een venster op de wereld bieden en inwoners hun horizon te verbreden door ontwikkeling en ontspanning. Kernwaarde van DNK, gastvrijheid, staat hoog in ons vaandel voor iedereen die hier binnenkomt. Of het nou zakelijk is, een kopje koffie in de bibliotheek, een film of iets anders. Dat is echt een van onze, dat vinden we echt een van onze belangrijkste eigenschappen. Ondernemend, we proberen altijd op elke manier verbinding te leggen met ondernemers, met de lokale middenstand, met andere partijen. Het zij om samen te werken, het zij om kook te creëren, het zij om middelen te genereren op een andere manier dan vanuit de gemeente of subsidies. Verbindend, ik denk dat je als bibliotheek niet meer kan bestaan als je niet verbindt met je lokale of regionale omgeving. En wat Marieke net ook aangaf, de partners met wie je samenwerkt, dat geeft ook en creëert ook draagvlak in je lokale omgeving. En oorspronkelijk is een van de kernwaarden die we heel erg belangrijk vinden, omdat we daarin ook onze originaliteit en onze eigenheid tot uiting willen laten komen, maar ook we zijn geborgd en gevestigd vanuit een bibliotheek, vanuit een theater, vanuit een bioscoop, vanuit verhuur en horeca. En dat is ons DNA en dat willen we ook in alles terug laten komen. Ik wil straks een aantal voorbeelden benoemen vanuit de duurzame ontwikkelingsdoelen die wij hanteren. En die staan daar onder en daar ga ik beginnen met geen armoede. Wij zijn in 2018 hebben we het voor het eerst in ons maatschappelijk jaarverslag verwoord. En sindsdien doen we dat elk jaar dat we in ons jaarverslag ook heel duidelijk aangeven wat we hebben gedaan, waarom we het hebben gedaan, aan welk doel het een bijdrage levert en op welke manier wij denken dat we daarin een bijdrage kunnen leveren aan die duurzame ontwikkelingsdoelen. Om wat Anton Kok net in de inleiding zei, wel waardevrije informatie te geven, maar wij denken dat je daarmee heel waardevol kan optreden in je lokale omgeving. Geen armoede. We kennen allemaal de problematiek van laaggeletterdheid, dus we hebben geprobeerd om in een aantal sessies met een concert met een Drentse volkszanger René Karst heel laagdrempelig, laaggeletterden in aanraking te laten komen met taal op een manier die voor hen heel herkenbaar is. Muziek, Nederlandse liedjes, met daarin beelden en video van laaggeletterden die met behulp van taalmaatjes en het taalhuis zich daarin hebben ontwikkeld. Om die drempel wat lager te maken. En je ziet dat mensen dan misschien voor het eerst wel in een theater komen. Dus daarmee verminder je ook weer een stukje ongelijkheid.
maar vervolgens ook herkennen van wat anderen hebben gedaan en daarmee laagdrempelig in aanraking komen met mogelijkheden die ook voor hen voor het oprapen liggen. Een ander voorbeeld was de voedselbankactie met de bioscoopbonnen. Wat wij altijd doen is de afgeschreven boeken verkopen we. De opbrengst daarvan investeren we in bioscoop- of theaterkaartjes en die verdelen we onder mensen van de voedselbank of een abonnement of andere acties die we voor hen kunnen doen, zodat ook het voor die doelgroep makkelijk is om in aanraking te komen met de dienstverlening die we hier hebben. Met serviceclubs doen we dat ook in de actie Once Upon a Dream. Dat is een theatervoorstelling geweest die we met Assenaren maken en met professionals, zodat ook op die manier gezinnen, scholen, kinderen, ouders in aanraking komen met taal, met performance, met deelnemen aan een groepsactiviteit en met hun ouders vervolgens ook de voorstelling kunnen zien en waarmee je ook weer de verbinding legt tussen de verschillende groepen in je stad. En bij Timbuktu, Timbuktu was het kinderboekenfestival wat we houden één keer per jaar. En dan regelen we dat Enzel Knol, die weer heel erg als influencer zeg maar voor de jeugd van een voorbeeld is. En die we dan ook aangeven van God, hoe kun je jezelf ontwikkelen? Welke kansen, welke mogelijkheden liggen er om ook in een voorbeeldrol op te treden? Kwaliteitsonderwijs. Ik denk dat we als bibliotheken allemaal enorm veel aandacht, tijd en energie besteden aan het onderwijs. En dat zal alleen maar met corona en achterstanden meer worden en belangrijker worden. En dat is behalve de leesbeleving, leesbevordering, mediawijsheid, ook de 21e-eeuwse vaardigheden. Wat we doen hebben gedaan is een heel online platform voor de Assenbibliotheek op school gerealiseerd. Bijeenkomsten voor onderwijzend personeel, workshops, op alle mogelijke manieren zorgen dat mensen aangehaakt kunnen blijven. Laten we zo zeggen, dat wat wij eraan kunnen doen, proberen we te doen om die stappen te kunnen blijven maken. Om het kwaliteitsonderwijs, net als huiswerkbegeleiding, studieplekken, om dat goed en duidelijk zichtbaar te maken als organisatie geworteld in je stad. Partnerschap om doelstellingen te bereiken. Marieke gaf al aan dat je met heel veel partijen gaat samenwerken. Dit is een foto van een Iraanse avond die we hebben gehad, omdat er in het Drents Museum een tentoonstelling was, Iran, bakermat van de beschaving. Nou, we hebben allemaal beelden bij Iran, maar niet altijd de beelden die we herkennen. Dus op dat moment organiseren we dan een avond waarin we Iraanse bevolking een avond laten organiseren. We eten samen, dan is er een voorstelling, is collectie over het land en worden op alle mogelijke manieren geprobeerd om op die manier culturen bij elkaar te brengen. Dat doen we met Assen Praat, dat doen we met Smaakvol Theater, waarin we verbinden om theatervoorstellingen die in de Kolk plaatsvinden in restaurants te kunnen laten zien, zodat mensen daar ook van kunnen genieten. Dus het is zowel voor mensen die het goed hebben als mensen die het minder goed hebben, want ook daarin ben je er voor allerlei partijen. Business Voice doen we zaken, lokale ondernemers doen we zaken mee. Het IFA Filmfestival, internationaal filmfestival, wat we jaarlijks organiseren. Waarin we dan ook weer zorgen dat mensen daar gebruik van kunnen maken. Net als voor bibliotheekactiviteiten of eigenlijk allerlei andere programmering. Het zit in ons DNA en we proberen dat altijd op die manier vorm te geven. Duurzame stedengemeenschappen. We hebben al sinds het bestaan van de Nieuwe Kolk in 2012 afgesproken dat we één keer per jaar de vloer van het grote toneel reserveren en beschikbaar houden met techniek die daarbij hoort voor de Assen Beursvloer. En dat is een evenement waarbij
publiek en private organisaties zich verbinden om matches te maken. Dus een zorginstelling heeft iets nodig en een bedrijf heeft iets over. Scholen hebben computers nodig of AZC's heeft laptops nodig of andere zaken. En op die manier proberen we dat te koppelen. En een indicatie, de maatschappelijke waarde, wat dan zo'n beursvloer op een dag vertegenwoordigt, dat was in 2018 ruim 150.000 euro. Waarmee je publieke instellingen die het niet breed hebben op een heel makkelijke manier kan helpen aan zaken die ze nodig hebben. Waarmee zij hun functie voor de doelstellingen die zij hebben weer goed uit kunnen voeren. Marieke zei net al iets over het Green Key certificaat. Wij zijn heel trots, want we hebben net het Gouden Green Key certificaat gekregen. Waarmee we in alle vlakken van D&K, dus in je energievoorziening, in je watervoorziening, in je afvalverwerking, in je inkoop, proberen zo duurzaam mogelijk te handelen. Om ook als organisatie zelf dat voorbeeld te geven. Dus niet alleen in je programmering daar aandacht aan te besteden, maar juist ook zelf te laten zien dat we inderdaad alle afvalbakken, bij ons gaat het gelukkig anders, wel gaan vervangen door driedelige waar het afval in wordt gescheiden. Duur grapje, maar we gaan het wel doen. We zijn energie-neutraal. We hebben overal weer dopjes op de kranen gedraaid, wat toch weer voor 40% besparing zorgt. Dus daar zijn we heel erg druk mee bezig. En dat doen we ook in onze programmering. We hebben een programma Derde Dinsdag, waarin we altijd gasten hebben die iets vertellen. En Jan-Peter Balkenende is er bijvoorbeeld geweest over duurzaamheid. En Gerrit Hiemstra over de invloed op het klimaat. Goede gezondheid en welzijn. In voorlichting, in programmering, in theatervoorstellingen proberen we daar altijd in collectie weer een linkje te leggen. We hebben een derde dinsdag gehad met de programmamanager van het UMCG uit Groningen voor orgaandonatie en Pia Dijkstra over de orgaanwet. Waarin mensen allerlei vragen konden stellen. Jessica Valerius en Emma wil leven. Dat is een toneelstuk over een meisje wat zwaar anorexia heeft gehad. Die ouders waren daar ook bij. Er is daarna ook een debat geweest in de bibliotheek. Ook met pubers. Wat dan heel heftig is. Waarin je het wel hebt over de zaken die ertoe doen. En waarin mensen zich kennis en kunnen ontwikkelen en kennis kunnen opdoen over zaken die in hun leven kunnen spelen. Vrede, veiligheid, sterke publieke diensten. Heel breed. Je ziet hier een afbeelding van de verkiezingsavond van de laatste gemeenteraadverkiezingen. Toen kon het nog op die manier. Nu zal dat even anders ingevuld moeten gaan worden. Maar om ook politiek, bestuur en de bevolking bij elkaar te brengen. Dat werd dan ook gestreamd. We waren de beste congreslocatie in 2019. Dat hadden we dit jaar willen verzilveren. Is niet echt gelukt vanwege corona. Maar je hebt wel de gelegenheid om op die manier midden in die samenleving die huiskamer ook te zijn voor zaken die lokaal van belang zijn. Vrede, veiligheid. We hebben ook sessies met de politie, waarin de politie ouders en kinderen uitlegt wat sexting is, wat je daarmee, kinderen zijn heel handig, maar niet altijd even mediawijs, hoe je daarmee om moet gaan. Dus ook om op die manier veiligheid in al zijn aspecten in je stad daar een positieve bijdrage aan te leveren. De opening van het zebra, regenboog zebrapad hier recht voor de deur van D&K was de afsluiting van de tweede of derde regenboogweek. Dat weet ik even niet meer. Assen is regenboogstad, de provincie is regenboogprovincie. En we hebben een hele week daar aandacht aan besteed. De opening stond Imca Marina als eerste homomoeder op het balkon te zingen. En deze twee mannen zijn geïnterviewd, hebben daar een videopresentatie van gemaakt om op die manier ook uit te leggen. Die is ook op social media gedeeld, wat het voor hun betekent, wat het heeft gedaan, hoe ze ermee omgaan, wat de reacties zijn die ze kunnen verwachten, hoe mensen op hun reageren. Nou, de gebruikelijke dilemma's rondom dit thema en op die manier proberen we dat zo laagdrempelig mogelijk onder de aandacht te blijven brengen en houden.
Dit is een foto van de familievoorstelling die dan met en voor Assenaren wordt gemaakt, zodat iedereen daar ook in kan deelnemen. Ongelijkheid verminderen, niet alleen arm en rijk, maar ook voor slechthorenden hebben we een theatervoorstelling gedaan met tolken erbij, zodat ook zij in staat kunnen zijn van zo'n avond uit. De toegankelijkheidstoets voor de Stichting Ongehinderd. Een dyslexietour met oudervereniging Balans om die groep erbij te betrekken. Kinderen uit het AZC worden met regelmaat ontvangen om, tenminste voor corona, om deel te nemen, gebruik te maken van de bibliotheek en alle voorzieningen die we daar hebben. Het taalcafé, werken met de e-overheid, wat heel veel bibliotheken natuurlijk doen. En feitelijk ben je daar al bezig om die ongelijkheid te verminderen. Dus soms ben je ook onbewust al heel erg ver en druk bezig met die ontwikkelingsdoelen, zonder dat je daar het labeltje aanplakt. Maar het labeltje aanplakken is wel handig voor subsidie en andere zaken. Dat was het. Ik weet niet of er vragen er zijn. Die kun je straks stellen, maar ook op dit e-mailadres als je dat later wil. Dankjewel. Dankjewel, Hanneke, voor jouw verhaal. We hebben twee voorbeelden gezien van hoe bibliotheken hieraan werken, met vele overeenkomsten, maar ook heel nadrukkelijk verschillen in de invulling. Hopelijk, en daar vertrouw ik op, is dat heel inspirerend om dat te horen. Ik heb in de chat twee vragen gezien. Een van Raquel over de EU-subsidie die de Bibliotheek Utrecht heeft aangevraagd. Eigenwijs als ik ben, denk ik dat ik daar misschien zelf het beste antwoord op kan geven. Wat straks in de presentatie over de Europese subsidies aan de orde komt, is dat nationaal een besluit genomen moet worden vaak hoe die subsidie in het land ter beschikking komt. En in het geval van de EU-subsidie die wij hebben gekregen voor het project Ouder in de Wijk, heeft het ministerie van Sociale Zaken ervoor gekozen om één project daarvan te maken, dus alle geld op één project in te zetten. En dat was ook een project waar geen cofinanciering vanuit de eigen organisatie voor gevraagd werd. En ook niet een eis was dat je dat met partners in Europa deed. En dat zijn al meteen condities die verschillen tussen de verschillende fondsen. Maar dat maakte het mogelijk dat wij samen met de bibliotheken in de andere grote steden dat project konden aanvragen. Maar meer daarover komt, denk ik, straks in de presentatie van de verschillende condities bij de verschillende fondsen. En de andere vraag was van Monique. Die was geïnteresseerd in de weggeven en informatiemarkten. Marieke, kun jij daar iets over zeggen? Ja, ik heb net gepost dat wij in maart en april twee expert meetings gaan organiseren. Dat is iets wat we ook moeten doen voor onze bijdrage vanuit PICA. En dan gaan we heel veel informatie delen over onze aanpak, de formats die we aan het ontwikkelen zijn, het netwerk wat we hebben opgebouwd. Tilburg is bijvoorbeeld met afval bezig, echt met de community. Wij zijn nu met armoede bezig, maar we hebben ook het onderwerp duurzaamheid gepakt. Dus meld je aan, dan kan je daar ophalen, maar wij vinden het ook heel fijn als je wilt delen. Oké, dankjewel. Gezien de tijd gaan we nu snel door naar Giuseppe Vitiello. Hij zal iets vertellen over hoe in Eblida gekeken is naar de duurzame ontwikkelingsdoelen in heel Europa en welke fondsen uit Europa daarbij beschikbaar zijn. Giuseppe, the floor is yours. We have, a little more than a quarter of an hour, so I think you have to decide what you tell now and what you tell after the break. And those who were at the webinar in November might recognize some of the things you already told then, but I guess that will be no problem. Please go ahead. Yes, thank you, Tom, for giving me the floor, and I apologize with the audience that I am presenting in English,
Unfortunately, I'm not yet able to make presentations in Dutch. So the issue, the subject of this conversation is the Think the Unthinkable strategy. I would like to introduce the Think the Unthinkable strategy to you, which consists of a Blida thinking or preparing a post-COVID-19 library agenda. And this library agenda should meet sustainable development goals. And these projects oriented, these SDG-oriented sustainable development library projects would be funded through the European Structural and Investment Funds. This the Think of the Unthinkable strategy was approved by the annual council last October. We have two governing boards in Eblida. One is the executive committee, is a restricted board which runs the Eblida secretariat. We normally we meet three times a year, but last year we met practically every month and sometimes even twice a month. And then we have the annual council, which is the general assembly of all our members, and they approved therefore the Think the Unthinkable strategy, and but they also discussed the what libraries were doing and could do after the crisis. And I would like to start with this first step. There were the mantra during the COVID crisis was that all libraries were in lockdown. That means that all libraries were closed. In fact, that was not true at all, because we saw a fast and really an impetuous development of, on the one hand, the digital library, but also on the other hand, the social library, the library which addresses citizens. And if you wish to know more, you can consult this the link in on our website. There is a section on publication, and you may have and you may find the link. You may find the publication which is related to the study made by Blida on the post-COVID crisis. In fact, it is a narrative that should be reversed. Libraries were not in lockdown; they were more open than ever. And they were open with guidelines on how to handle library material. Also, the Dutch Library Association, I know that they issued guidelines, but also with information concerning health and in particular against fake news that were circulating, that were services that were provided practically by all libraries and also especially by library associations. And there was an enormous, really, an impetuous development of the digital library. It's also true that where the academic libraries are used to work with digital services, this is less true with the public libraries. But you had really increases, quite extraordinary, impressive increases in the in percentage in the use of the digital library. There were also special activities that were carried out, like, for instance, story time through Facebook groups or YouTube, and also advanced social services for the elderly and vulnerable people. And also, I was quite impressed by the fact that some libraries in Lithuania, for instance, they started producing face masks. But the most, of course, the focus of this presentation is on sustainable development goals. And in fact, the development of this social library, of this digital library that we saw during the COVID crisis, how they meet sustainable development goals. You may be aware of Sustainable Development Goals, and we must be very grateful to IFLA because they introduced, actually, they put at the core of library's mission the 23rd agenda of the United Nations on Sustainable Development. Eblida is following a different approach from IFLA, first of all, because it is a European approach, and
While IFLA works on international, IBLIDA is working on Europe. And in fact, there is an interpretation of sustainable development goals which is different in Europe. I will give you just an example. You take SDG number 2, which is designed to fight hunger in the world. Well, in the European Union, actually, it has been reversed into the opposite. It is a goal which is intended to fight obesity. And this also takes into account the relative prosperity of our continent. The second reason why the IBLIDA approach to SDG is different is also that while IFLA is really focused on stories to be told, and they created the IFLA library map of the world, we are working on policies, we are working on indicators. There are plenty of stories. Actually, Europe is quite active in the implementation of SDGs in libraries. For instance, if you look at the website that was created by France, there were more than 450 stories there. So what we try to say that it's good to tell stories, but you have to go one step beyond and you have to create policies. And moreover, what is even more important is you have to create indicators which may be able to assess, to evaluate these policies. We created for that the IBLIDA Sustainable Development House. We got inspired from the Library of Utrecht. And this house enables administrators to work on projects to be presented to structural funds. And we are going to see more about this what IBLIDA created now, but also especially in the second part of the presentation, so 1 hour later. I would like also to say there are 4 false myths surrounding the implementation of SDGs in libraries. The first false myth is that, SDGs are a good thing, a nice thing to be done, but they do not fall within the library's core mission. Well, it's kind of accessory. Well, this is with IBLIDA. As IBLIDA, we do not think so. Actually, we think that SDGs should be the new framework for libraries. After we look at culture, we look at education, but there is a broader framework, and this is sustainable development, and this is the sustainable development goals. The other false myth is that SDGs are mainly environmental, and I would say that this is an involuntary effect of the Greta Thunberg effect. In fact, SDGs are fundamentally are structural, made of 3 pillars: the social, the economic, and the environmental pillar. And libraries can do a lot in the first 2 pillars. The third false myth concerns the fact that SDGs is more a matter of macro policy at fiscal, at the legislative level, and what libraries can do with their small projects. Well, it is true. Of course, if you put a tax on the fuel, then you get a yellow vest movement, like in France. And this is also a confirmation of the fact that when you deal with SDGs, then you have to work very cautiously and you have to prepare people. You have to prepare a change in lifestyle, and their libraries have a fundamental role to play. And then the fourth false myth is that SDGs fit small-scale, locally-based projects of a purely demonstrative nature. It is not true. Project after project, that makes a policy, and this is what IBLIDA is really encouraging libraries to do. There are indeed policies in Europe, in Latvia, for instance, where actually they managed to have libraries put in the one of the ways in which SDGs are implemented in the nation. So libraries play an active role. At any time there is an SDG issue, they are consulted and they can see what they can do. There is another approach which is the French and the German. France, I mentioned the fact that France
created a very useful website. In this case, then they managed also to go at a level, at a higher level, and now they are part of the national implementation of the French 2030 agenda. In Spain, libraries in Spain, they focused on several SDGs, and in particular on SDG 5, considering that which is about gender equality, in the consideration that the library should be a safe place for people, for women, and so on. I will also speak in the second part of this presentation, and there I will present the Ebleda matrix. And this strategy, the Think of the Unthinkable strategy, is now being implemented. We have five workshops. We have planned workshops. One already took place in France. There is this Dutch workshop. This is part of the TTU strategy. Then workshop in Italy, Greece, and Latvia. And of course, there will be extended to other countries. And what is the objective of these workshops? Actually, we would like, really, we encourage libraries to present, to file applications within the European Union structural funds. We found out that in the 90s, of last century, for 1 euro that was spent by European Union in libraries, there were 1,000 euro that were spent by nations, by member countries, and this only corresponds to 0.001%, whereas the investment in culture is 0.7%. So there is a gap to be filled, and we think that more European money in libraries would make not only libraries richer, but also structurally important in your country. So we are pushing this strategy. And as Ebleda, we also provide services to libraries, Ebleda service of consultancy. And it's what I'm trying to do in the second part of this presentation. Exchange of good practices, and also we would help libraries presenting projects within the European structural funds in the internationalizations of this project, which may raise the status of local projects also at local level. I mean, if they find a resonance in Europe. So if you want to join Ebleda, of course, the Public Library Association in the Netherlands is full member of Ebleda, but you can join as library, as an associate member, and the fee is 590 per year. So that's the end of my presentation. And of course, I would be delighted to answer your questions. Well, thank you, Giuseppe, for this presentation. I think that if you were a marketeer, you had done a wonderful job, because I'm sure everyone is now tempted to hear about the possibilities of European funding, and that's after the break. So I think we have all been sitting here behind our desks for the last hour. So I would suggest we take 1 minute to stand up and stroll a bit around, stretch the legs, and then we continue by digging deeper into the possibilities of European funding and the offer for support that is available and all questions that might be around that topic. So I give you 1 minute and we restart at 11 o'clock. Thank you.